zoals jullie bijvoorbeeld tegen Heerenveen speelden, was het fantastisch. Als je zo Heerenveen helemaal wegspeelt. Alleen ik denk dat het soms iets te wisselvallig is. Als je kijkt tegen ADO Den Haag, wat misschien in kwaliteit vergelijkbaar is met Heerenveen. Als je daar dan geen eens weet te scoren eigenlijk. Mm. Daar baseer ik eigenlijk mijn mening op. Dat ik denk dat eigenlijk soms voetballen dat het iets makkelijker afgaat. Hoezeer ik het Feyenoord ook gun. En hoop dat ze het ook weer een keer gaan worden na zoveel jaar. Maar dat is een beetje mijn zorg. Zullen we dat ook even vragen? Nou, we hebben nu 2 keer Ajax, 1 keer Feyenoord. Even aan de Ajax-watcher van Voetbal International, Freek Jansen. Freek, hier. Sta je toilet? Zie je op de wc, ja. Wat is dit? Trek hem even door. Ja. Ik neem jullie even mee, jongens. Quick Boys. Oh, op pad met Freek. Wat is dat? Quick Boys, 75 jaar bestaan. Johan weet waar het is. Het is in de keuken van de kantine van Quick Boys. Wat wordt er gemaakt op dit moment? Het enige plekje waarop ik jullie mocht openen. Patatje flip, Freek. Oh, lekker. Maar hoorde je wat de vraag was? Na het zien van de klassieker, wie heeft er meer kans om kampioen te worden, Ajax of Feyenoord? Ajax was... dat hoor ik nu voor het eerst. Ajax neem ik aan, toch of niet? Ja, alleen Michiel was Feyenoord. Johan en Geert zeiden Ajax. Ben je objectief, Freek? Ik ben wel objectief, maar ik denk als Michiel Ajax zegt, dan hoeft hij niet meer terug te rijden naar Rotterdam morgen, denk ik. Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Maar wij moeten wel objectief... Maar waarom vind jij Ajax een grotere titelkandidaat dan Feyenoord? Nou, ik denk dat het verschil wel in de degelijkheid zit. Ajax is veel degelijker dan Feyenoord. Niet voor niks heeft Ajax de helft van het aantal tegendoelpunten. Feyenoord had 12 tegendoelpunten in de Eredivisie, Ajax pas 6. En je ziet het de afgelopen 10 jaar, je wordt kampioen eerder op basis van het aantal tegendoelpunten dan dat je veel meer scoort dan je concurrentie. Dus ik denk dat Ajax gewoon weer oerdegelijk is en met PSV denk ik om de titel gaat doen. En ik zie Feyenoord echt daarachter. Daarachter, oké, okay, duidelijk. Je bent net geweest bij de Persco van Oranje, ook bij de training voor mij geweest. Zijn er nog dingen die jou zijn opgevallen? Stromende regen, maar ja, dat wil je niet meer van weten. Nee, de training was maar met 4 personen, met Dost en met Memphis en 2 keepers, Sillis en Stekelenburg. Oh, je hoed op. Nee. Blind zei wel tijdens de persconferentie dat het wel weer was om een hoed op te doen. Maar nee, die had hij thuis gelaten. Of liever in het hotel gelaten. Maar tijdens de persconferentie, het ging daar wel heel veel over hoor. Het ging veel over de Depay, het ging veel over Van Persie. En daaromheen nog wat over de komende wedstrijden. Maar je ziet toch wel dat nog steeds toch de 2 echte gespreksonderwerpen zijn bij Oranje. Ja, wat is jou het meest bijgebleven van wat Blind daarover heeft gezegd? Of was het eigenlijk niet zeggend? Nou, niet zeggend, een beetje herhaling van zetten moet ik zeggen hoor. Kijk, over Depay ging het ook weer gelijk over die hoed van vanochtend. Dat was een beetje dubbel. Je ziet wel aan Blind dat hij een beetje op zijn woorden let. Aan zijn lichaamshouding kun je merken dat hij het volgens mij helemaal niet slim vindt. En totaal onnodig vindt van Depay. Want hij heeft niet voor niks Depay buiten de voorselectie gelaten. Ook om misschien een signaal af te geven. Dat hij zich ook echt met voetbal moet bezighouden. Nou, nu komt hij met een hoed op. Tegelijkertijd vind ik dat wij als journalisten... Nou ja, Geert misschien ook wel als analyticus. Maar wij als journalisten, laatste mogen zijn die iets over kleding moeten zeggen. Want we zijn de slechtst geklede mensen van Nederland. Behalve Johan, want die zit erbij. Maar nee, maar dus ik vind dat een discussie. Daar hebben we het al zo vaak over gehad, over de kleding. En Blind zegt terecht, dat is wel met hoge bomen vangen veel wind. Als hij tegen Wils weer 3 keer scoort, dan zal het de volgende keer wat minder gaan over die hoed en noem maar op. Dus ik denk dat, ik heb zoiets van, moeten we daar nu nog heel lang over hebben? Ik heb het liever gewoon over voetbal. En nee, de discussie vind ik wel interessanter, moet ik zeggen. Freek, we moeten het negeren. Moet het gewoon negeren. Als je hoed, maakt niet uit wat je aan het gewoon negeren. Nou, ik vind dat iedereen alles aan mag hebben wat ze willen. Ja, ik ook. Maar negeer het gewoon als het een beetje raar is. Freek, wat ik nog wilde weten. Er zijn ook wat afvallers, wat twijfelgevallen van mij. Riedewald is afgevallen. Daarvoor is Pieters gekomen. Nu was Bazour ook een twijfelgeval. Want die is gisteren uitgevallen in de klassieker. Wat is zijn status? Nou, de knieblessure die hij gisteren... Het is wel een ander soort blessure dan die vorige week had. Het is meer een kuitblessure. Die hebben ze vandaag onderzocht. En het blijkt allemaal mee te vallen. Maar ze gaan morgen tijdens de training gaan ze hem echt even testen. Dus het kan zijn dat morgen na de training dat ze zoiets hebben van... Ja, dit heeft niet zo heel veel zin. We sturen hem toch terug naar Ajax. Maar ja, ik acht de kans wel groot dat hij erbij blijft. Want anders hadden ze hem misschien vandaag al wel... teruggestuurd. Ja. Pieters is erbij, dus dat is ook wel weer interessant om te zien. Ja, daarnaast zijn oefenduels
Ja, eigenlijk, ik heb het gevoel dat Nederland misschien niet echt erop zit te wachten op deze wedstrijden. Maar voor Blind zijn ze wel heel speciaal. Oh. Als je van Wils gaat verliezen en je verliest ook van Duitsland daarna. Ja, dan weet je wel wat de media, wat de toeschouwers en de fans allemaal nog in petto hebben. Dan betekent dat Blind gewoon echt dramatisch begonnen is met Oranje. Oh, ja. Nou, dan kunnen we alvast weg gaan sturen, want die gaan we niet winnen, die wedstrijden. Nou, dat weet ik niet. Jij gaat er zelf heen, Freek? Ja, naar Cardiff, ja. Ja, kom, nou, veel plezier en succes. Met Johan? Nee. Oh, zonder Johan. Oké. Nou, succes daar in die keuken daar. Dankjewel dat je nog even... Ik ga even een balletje gehakt hier in gooien. En dat trek ik naar huis toe. Dankjewel, Freek. Tot ziens daar, jongens. Yo. Hoi. Hoi, Freek. Nou, ik ben zaterdag nog bij Quick Boys geweest. Dat is echt een hele goede kantine, hoor. Dus die Freek is wel een fijn proef, hoor. Die Freek, het moet toch wel mooi, hè, Freek? Maakt niet uit waar die staat. Freek is altijd goed. En altijd opgewekt. Ja, opgewekt. Mag ik nog één ding over de hoed, Geert? Nog Nee, natuurlijk. Ik vond het wel mooi, want hij werd afgezet voor de deur van het hotel. En de man die hem bracht, dus die achter het stuur zat, die had precies dezelfde hoed op. Niet waar. Ja, echt. Dan had je een foto moeten maken.